gewoon een vis. Hallo kijkers van Gewoon een Vis. Tof dat jullie allemaal weer kijken. En weer een nieuwe video van Minecraft Survival op dit kanaal. Voor jullie. Hier zijn we weer. Aflevering 8 volgens mij. Ik heb echt geen idee. Maar we zijn hier weer in Minecraft Survival. Ik heb offscreen best wel wat gedaan. Dat ga ik nu ook gaan laten zien. Ik heb jeuk aan mijn rug helpen. Hier probeer ik subscribe te schrijven. Totdat ik de B vergat. En hier al begon met de I. En toen ging het helemaal mis. En wat moet ik met al deze snowballs? Wij gaan eventjes allemaal snowblocks maken. Want ik ben namelijk offscreen ben ik naar een ander eiland toegegaan. Jawel, daar zijn we nu ook. Een snowbiome. Eventjes dit nog doen. We hebben in ieder geval wat sneeuw wat we mee kunnen nemen. Hier is ons bed. Dit is een magenta bed. Deze gebruik ik voor avontuur. Als ik op avontuur ga. Maar dit is een brug. En dit is niet zomaar een brug. Deze brug gaat naar ons eiland toe. Van ons huis. En ja, dat is ongeveer. Even kijken. Ons huis is bij X 200. Dus dat is meer dan 1000 blokken daarheen. Dus dat duurde me best wel lang. Maar hier beneden is een ladder. Zoals jullie kunnen zien. En hier beneden is een abandoned mineshaft. En even kijken. Want, oh, kut. Ik hoop dat de camera nog goed is. Hier beneden is een abandoned mineshaft. En wat dat inhoudt, dat is dus gewoon een mineshaft. En daarin zit natuurlijk rails. En ik wil op die brug allemaal rails gaan zetten. Dus dit rails kunnen we heel goed gebruiken. Dus ik wil deze aflevering een beetje hier in de abandoned mineshaft rondhangen. Ik heb ook spulletjes zelf meegenomen, behalve blokjes, dus dat is heel slim. Ik heb ook veel toortjes meegenomen. En wij hebben dus vooral dit rails nodig. Dit kan eventjes weg. Dat wou ik niet. Zo. En dan gaan we hier een beetje ronddurpen. Hier, dit heb ik allemaal nodig. Nou ja, ik ga niet alles minen. Ik zal offscreen ook wel eventjes wat rails gaan weghalen. Maar ik kom hier ook voor de kisten, want ik wil natuurlijk ook die speciale seeds en al die shit, zodat wij natuurlijk ja, meer farms kunnen gaan maken. Even kijken hoor. Jelele. Even hier langs. Daar is lava, daar kan ik niet langs. Hier is wel wat goud. Ik hoop ook dat we diamonds gaan vinden. Goud is trouwens ook chill, want dan kan ik, hoe heet het, dan kan ik powered rails maken. En dat heb ik ook nodig. Hier is een spider spawner. Hier is iron. Iron heb ik ook nodig, want dan kan ik meer rails maken. Ik denk wel dat het een beetje een projectje gaat worden, die brug. Dus ja. Ik hoop trouwens niet dat we nu ook op een eiland zitten. Zover heb ik niet gekeken. Dus ja. Even kijken hoor. Welk niveau zitten wij eigenlijk? 23, dan kunnen wij volgens mij nog geen diamonds vinden helaas. Maar natuurlijk wel iron, wat echt super handig is. Ja, ik hoop dat binnenkort, ik denk de volgende aflevering wil ik op avontuur gaan. Dat wou ik eigenlijk deze aflevering doen, totdat ik een abandoned mineshaft vond. En dat vond ik eigenlijk ook wel belangrijk om hier in te gaan. Dus daarom zitten wij hier nu ook in. Hier is een toortje weggegaan door het water. Nou ja, die cobwebs hebben eigenlijk niet. Ik heb een schaar meegenomen. Kan dit? Oh mijn god, we kunnen gewoon cobwebs meenemen. Weet je hoe fucking vet dat is? Dus cobwebs kan je toch eigenlijk ook gewoon gebruiken als een kussen. Dat je gewoon van 1000 blokjes naar beneden springt in een cobweb. En dan ga je als goed is toch niet dood. Tenminste, dat hoop ik. Ik zou het in het echt trouwens niet proberen. Maar wij kunnen nu ook cobwebs meenemen. Want ik dacht, ik ga toch op avontuur. Laat ik gewoon shears meenemen. Want straks kom ik lilypads of vines tegen of zo. Maar ja, voor dit kunnen we het ook gebruiken. Dat is echt super vet. Als het goed is, ja, hier was die spannen. Hier kunnen wij ook wat dingen weghalen. Zo. Allemaal spinnenwebjes. Zo, en wij kunnen eigenlijk wel deze spanner weghalen. Ik weet niet of wij dat gaan doen. Maar wij hebben al bij ons thuis een spinnenspanner.
Dus ja. Zo. Allemaal kopwebs. We gaan echt super veel kopwebs krijgen. Hier is nog wat iron. Wat ook altijd handig is. Waar is de spawner? Want dat duurt nu wel een beetje op kut. Oh, het zijn er echt veel. Oh, fuck. 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 Oké, we zijn weer terug. Even kijken hoor. Wat, of wij nu wel levend terug kunnen komen. Dat hoop ik tenminste. Ja. Dit was echt heel naar mensen. Wij gingen deze kant op, dat weet ik nog wel. Sowieso deze kant. Die andere kant konden we niet op. En dan hierheen. Gingen we hier dood? Ja. Kut, ze zijn er nog. Kut. Pak ons stuf. Fucking kutbeest. Oh mijn god. Bijna weer dood. Eet. Dit gaat echt niet goed, mensen. We hebben in ieder geval wel vrijwel alles nog. Oké, dat is goed. Ik ben nu een beetje stil. Maar dit komt echt omdat ik echt super slecht in PvP ben. Eet. Eet de appel. Regen, snel, please. Tata. Ta. Kut. Nou ja mensen, daar ben ik dan weer. Ik heb er nu echt enorm geen zin meer in. We waren weer dood gegaan. Oh mijn god. Nu heb ik echt gewoon blokjes nodig. Want ik liep in de fucking lava. Ik hoor zo'n rotbeest. Geen rotbeest? Oké. Mooi. Hopelijk gaat het nu wel wat beter. Echt, what the fuck. Onze levels, man. Nu moeten we echt aan die spannen gaan beginnen. Want anders, ja, we hebben echt die levels nodig. Iron. Oh, we waren bijna level 30. En nu zijn we weer level 4. Wauw. We hebben in ieder geval wel wat iron. Dat is wel mooi. En hier zijn heel veel rails. Railsen. Hier kunnen wij heen. Nog meer iron. Dat is super handig. Oh, we zitten vast. Ik zal offscreen wel even alles hier meenemen qua kopwebs en zo. Oh, what the fuck? Alsjeblieft. Ik ga hem weer op easy zetten, ik zweer. Ik had hem eerst op hard gezet, want ik dacht dat lukt wel. Maar ik zet hem nu gewoon weer op easy. Die zijn dood, oké. Ah, rot op. Rot op. Zo, oké. Ik zag hier lapis. Ja. Dat is een cave spider. Oh yes, eindelijk. Ik heb eindelijk een cave spider gedood. Yes. Oké, nu kan ik door met het leven.
en zo. Wat lap is hier. Dit loopt dood, dus hier heb ik sowieso niks aan. Even kijken hoor. Laten wij hierheen gaan. Zo, dat gaat eventjes weg. Kom op, dankjewel. Hier is niks. Er is nog wat iron. Ik wil echt eventjes wat chesten vinden, mensen. Want ja, daar kunnen van die beetroot seeds en melon seeds en pumpkin seeds en zo in zitten. En dat wil ik, zeg maar. Dit wil ik ook, want dit gaat naar beneden, maar het loopt wel dood. Want ik wil ook diamonds vinden. Maar ja, al vinden we diamonds en we hebben geen XP, kunnen we ook niet enchanten. Dus dan, we hebben er dan alsnog niks aan. Ja. Even kijken hoor. Hier is er nog wat goud. Oké. Chill. Zo. Dit hebben we allemaal nodig, goud en iron voor de brug. Even kijken of ik hier nog... Kan ik hier verder? Ja, denk ik. Ik weet niet. Ik kom aan Enderman. Dit gaat verder. Twee creepers! Maar dit is het begin. Dit wordt wel echt heel erg, mensen. Oké. Goud. Is er nog wat iron? Neem ik ook mee. Maar in één keer stonden er twee creepers achter me. En een skelet dus. Maar die is daar. Oké. That's the hard knock life. Hier is wel echt heel veel stuff. Ik ga hier denk ik offscreen ook nog een beetje minen. Ja, daar ga ik niet heen. Oh. Zo. Hier is nog meer iron. Iron. Ik ben nu echt bang voor alle mobs op in heel Minecraft, jongen. Ik krijg van allemaal ga ik dood. Het is echt heel naar. Goud. Niks. Oh, toortjes zijn op. Oh, letterlijk allemaal toortjes zijn op. Wauw. Wauw. Even kijken hoor, dit wil ik meenemen. Zo. Nou ja, ik zou hier offscreen ook nog wel even gaan minen. Ik zou ook wel offscreen nog wel even in de dinges gaan kijken, in de mineshaft. Voor stuff. En dan niet weer doodgaan, hoop ik tenminste. Zo. Wat stuff, hier nog wat iron. Zo. Voila. Hier nog wat iron. Hoeveel iron hebben we nu? Oh, meer dan een stack. Oké. Goed, we gaan goed met de iron. Zo. Hier zag ik ook nog. Ja, mooi. Even kijken, waar was de mineshaft ook alweer? Dan wil ik eventjes weer naar terug gaan. Oh nee, was niet deze kant op. Was daar, oké. Die is dood. Ik zag er hier volgens mij nog één. Ja. Dood. We moeten echt even een schild maken binnenkort.
Ik zie Kees. Oh ja, ik heb natuurlijk geen toortjes. Noordzeppel! Oh mijn god, weten jullie hoe zeldzaam die tegenwoordig zijn? Want je kan ze niet meer craften tegenwoordig. Dat is een van de Oh mijn god, dat is een van de zeldzaamste items in heel Minecraft. En die vinden wij gewoon. Ik ga trouwens eventjes... die minecart neem ik mee, want die kan ik dan gewoon gebruiken voor de dinges. Maar weet je hoe super vet dat is? We hebben gewoon... Ja, oké. Een noordzeppel. Dan hebben we toch nog iets goeds deze aflevering gedaan in plaats van twee keer doodgaan en heel veel XP verloren. Oké. Okay. Oh my god, een fucking noordzeppel. Weet jullie... Oh. Hi. Weten jullie hoe speciaal die zijn? Blaas even op. Denk je. Oh, die is niet dood helaas. Oh, die is wel dood. Oké, okay, maar dat is zo fucking vet. Dat we gewoon een noordzeppel hebben gevonden. Even kijken hoor. Is nog wat iron. En we hebben ook metal seeds trouwens. Dat zat er ook in. Dat is ook super vet. Dus ja. En ik hoor de hele tijd een enderman. Maar ik weet maar god niet waar die is. Kom op. Ja, oké. Okay. Maar ja, dan... Oh, ik wou bijna op de verkeerde knop drukken. Dan denk ik dat ik hier wil... Wat de fuck zeg ik? Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Geef dan nog even een blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En we hebben gewoon een fucking notch app gevonden. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen.